naam is Peter R. de Vries. Ik neem vanavond eens een kijkje bij de Music Company. I got the music in me. I got the music in me. I got the music in me. We zijn momenteel in voorbereiding voor de show van vanavond, de Musical Swing. En we hebben vanavond de laatste voorstelling en hij is helemaal uitgekocht. En als je eventjes om je heen kijkt, dames en heren, dan zie je dat alle meiden in grote voorbereidingen zijn. Kijk, daar zo zie je Femke en je ziet Leonie en Fabienne. En zelfs de mannen zoals Roland is zelfs even zijn haar aan het doen. Zelfs Roland. Het is ineens een speciale avond. Hoe oud ben je, José? 35. Hij is heel jong. Wachtje, wat zit er in je haar? Super leuk om te horen, want hierboven loopt natuurlijk de klant. Hierboven is het podium. Ja, dat is niet zo vaak. Klerenhangers. En wel een heel leuk beetje. We hebben vandaag zijn we natuurlijk de gasten in het Zwijntje. Het Zwijntje heeft hierboven een speciale garage. En dat is eigenlijk normaal een opdracht voor auto's, maar voor ons is het vandaag de kleedkamer. Kling je even mee. Ja, ik ben Rit. Dit is de garage van de Zwijntocht. Ik neem jullie eventjes mee op mijn ooghoogte. Kijk eens even, er staan allemaal dames zich om te kleden, make-uppen. De dames staan hier in spanning voor zometeen. Want momenteel is het 7 uur. En zometeen gaan we naar boven en gaan we nog even inzingen. We hadden trouwens net was er even dansje gegeven. We hadden net al bij dansje aan het repeteren. En toen had Laura gefilmd en we hadden al een heel leuk shot van Madeleine gefilmd. Kan je het scherp stellen? Mm-hmm. Oplet wat ze doet, hè? Ze duikt. Mag je nooit vergeten. Laat al die mannen zweten. Dat heb je als je boven de 40 bent. Hey, ik ben boven de 40, ja. Af die. Achter mij zien jullie al het publiek wat de zaal in is gekomen. Wij hebben er zin in, wij zijn er klaar voor de Musical Train 2016, de allerlaatste voorstelling van dit jaar. En volgend jaar, dames en heren, gaan we jullie verrassen met Legally Blonde 2017 juni in de maand.